Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Kakorpsjaal. Vandaag spelen we Clash Royale en laten we vast allemaal een like achter. Ik zeg het alvast, in de vorige video heel goed geliked werd, daar ben ik heel erg blij om. Ook hele leuke reacties en die introotjes, die kleine introotjes die ik af en toe voor de video doe, doe ik omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik heb hem niet gestolen van een of andere Clash Cam of zo. Ja, ik weet wel wie het is, maar ik heb nog nooit... Of bijna nog nooit een video van hem gekeken. En ik heb nog nooit hem zien doen dat. Ik weet niet precies wie dit doen. Bedoelen. Maar ik heb nergens iets van gestolen. Ik vind het alleen. Ik doe het alleen omdat ik het leuk vind. En volgens mij is op deze video er niet eentje. Ik doe het alleen als ik echt inspiratie heb om iets leuks te doen. Ik wil het niet standaard maken. Want het kost me wel wat werk. Kost een half uurtje om zoiets te maken. Zeker even het idee. Als je iemand het idee hebt. Trouwens kost dat wel minder tijd dan een half uurtje. Maar je moet het idee hebben. Nu heb ik eventjes geen idee. Maar wat ik wel heb is een hele leuke video. Want wij gaan. Ik ga er alvast naartoe. Nou, ik kan er nog niet naartoe gaan. Wij gaan deze challenge spelen. De Crown Duel Challenge. En wat houdt dat in? Jullie gaan het allemaal zien. Ik vind het heel leuk. Ik heb denk ik al 5 of 6 keer gespeeld. En je kan het helaas nog niet online doen. Je kan het wel tegen clangenoten doen. En dat gaan we deze video ook doen. We gaan tegen clangenoten de Crown Duel Challenge doen. En ik heb er heel veel zin in. Ik vind dit echt de leukste challenge by far gewoon van allemaal. Ik vind het echt heel vet gedaan van Supercell. Ik hoop dat ze dit ook gewoon erin houden. Want dit is gewoon echt heel leuk. Al hoeft het niet per se te zijn als special event. Maar gewoon dat ze hem houden als friendly battle optie. Want ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Maar wij gaan beginnen. Internet viel even weg, maar we gaan nog een potje tegen Ian doen. Friendly battle, ik ga daar even in zeggen Ian, dat alleen Ian joint. En dan gaan we gewoon nog een potje doen. Sorry dus dat het internet net uitviel, ik denk dat ik eruit knip. Oh, gaan wij Lavahound spelen? Gaan wij Lavahound spelen? Ja, wij gaan Lavahound spelen. Dan willen we daarbij een lightning spel doen. Dan willen we daarbij een... Oh, wacht. Als ik Royal Giant niet neem, neemt hij hem. Ik ga tactisch en ik neem de Royal Giant, want dan heeft hij geen Royal Giant. En dan doen we Meenord. Waarom pak ik die Royal Giant? Anders heeft hij de Royal Giant en ik wil niet tegen Royal Giant spelen. Dus, wat heeft hij ons gegeven? Oh, dit ziet er niet uit. Dit ziet er niet uit. Dit ziet er echt heel slecht uit. Oké, ja, hoe starten we dit? Ik ga even wachten wat hij doet. Oké, dan doen we even de Lavahound links. Oh, dit ziet er echt heel slecht uit. Het ziet er echt verschrikkelijk uit. Oké, moet even kijken. Hij komt met een goblin. Die hadden wij natuurlijk net hem gegeven. En wat is dus het hele doel? Je kan dus een kaart kiezen. En de kaart die jij kiest, krijg jij dus gewoon. En de andere kaart krijgt dus je tegenstander. En ik kies dus 4 kaarten. En hij kiest 4 kaarten. Oh nee, hij heeft gewoon 3 buildings. Ik ga het even lightningen en zeg hop, zo, allemaal weg. Maar hij heeft dus 3 buildings en wij hebben er geen. Maar wij kunnen dus een kaart kiezen en de andere kaart krijgt de tegenstander. En jouw tegenstander kan ook 4 kaarten kiezen. En dan delen we zeg maar die kaarten. En we hebben een X-bow. Nee, ik zie het nu pas. We hebben een X-bow. Wauw. Wij hebben echt het ergste deck wat er bestaat. We hebben echt letterlijk het ergste deck wat er bestaat. We hebben Royal Giant, we hebben Lavahound en we hebben X-Bow. Hoe gaan we dit doen? Ik heb geen idee. Hij weet natuurlijk dat ik X-Bow heb, want hij heeft natuurlijk die X-Bow aan mij gegeven. En hij heeft zelf daarvoor een andere kaart gekozen. Dus hoe gaan we dit doen? Even denken hoor. Gaan we Lavahound push doen? Ik ga die X-Bow gewoon... Die ga ik gewoon houden. Weet je wat? Ik ga nu die Royal Giant neerzetten. Ik ga nu die Royal Giant met musketier. Ik weet het ook allemaal niet, jongens. Ik weet het ook niet. Oh, dit gaat damage doen. Arme Royal Giant. Arme Ian, dat bedoel ik eigenlijk. Arme Ian. Ja, sorry. Ja, sorry dat ik met Royal Giant speel. Maar ik wist dat als ik hem niet koos, zou jij hem kiezen. Ik heb nu echt niks. Ik moet X-Bow verdedigen. Ik heb gewoon niks om te verdedigen nu. Ik heb echt letterlijk niks om te verdedigen. Nee. Oké, we gaan nu even denken. Wat is nu verstandig? Tesla, denk ik. Ik ga even Tesla inzetten. Ik heb echt geen idee. Ik wil hem niet eruit lightningen. Dat kan ik natuurlijk doen nu om 3 keer een lightning. Ik ga hier wel echt heel gauw een lightning opgooien. Want zoveel hutjes bij elkaar wil ik weg hebben. Zo, en ja. Hoe gaan we dit verdedigen? Ik heb echt geen idee. We hebben echt niks, hè? We hebben... echt niks. Oh, clone. Doe even musketier achterin. Oké, we gaan dit ragen. Ik heb echt niks verder om te verdedigen. Ik moet wel ragen. Oké, we ragen het. We zijn eruit gekomen. En dan ga ik een Royal Giant. Dat heeft net, heeft hij zijn goblin hut erachter gezet. Gaan we Royal Giant? Komen we er een beetje doorheen? Ik weet het niet. We gaan gelijk Tesla weer doen. Want we hebben geen andere verdediging. Gooi ik een Minionhoard hier.
om die prins... Oh nee, oh wat is die kloon? Haal die kloon van die prins weg. Haal heel gauw die kloon van die prins weg. Alsjeblieft, die kloon van de prins weg. Oké, okay, mooi. Die kloon van die prins is weg. En ja, dan moet ik het afmaken met die lightning. Wacht, die lightning kan er nog niet. X-Bo, we gaan voor de grap een X-Bo neerzetten. We gaan gewoon voor de grap een X-Bo neerzetten. Dan gaan we die prins afleiden, want we kunnen niks anders. Die prins moeten we afleiden met de Royal Giant. Wat is dit voor verschrikkelijk, verschrikkelijk deck, jongens. Oké, okay, nou, Tesla. Tesla verdediging, snel. Ik heb niks. Lightning is niet genoeg. Ik wil niet twee keer lightningen, want ik ben bang dat we dan in problemen komen als we twee keer lightningen. Nou, musketier hier, zo. Dan gaat hij dat klonen en dan gaan we dit ragen, want we kunnen anders niks anders. We moeten dit maar ragen om gewoon de toren te helpen, te verdedigen. Kom er doorheen, kom er doorheen. Oké, okay, gooi nu Royal Giant, we gooien nu Royal Giant. Kom op, we moeten nu lightningen, we moeten nu lightningen. Hij gaat Goblin Barrel, hij gaat even Goblin Barrel, Goblin Hut. Moet hij doen, anders is hij de lul. Ik ga lightning, lightning, maak het af, ja, we maken het af. Ja, we maken het af. Ik dacht even nee. Well played, Ian. Zo, dat was close. Wat een lekker potje. We gaan nog een potje. En ja, ik vind het zo'n leuke game. Ik vind het zo'n gave game mode. GG. GG. En dan gaan we even kijken. Wie wil niet weer Ian? Zo. En een smileytje erbij. En dat doen we nu in de Pekka's Playhouse. Zo. Wie wil nu? Wie wil nu strijden tegen deze man? Ik ga even een stokje van mijn drinken nemen. Dit was echt genieten, jongens. Dit was echt genieten. Nou, ik ben zo weer terug als we een tegenstander krijgen. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar het principe is dus, je krijgt twee kaarten. Ik kies die kaart. Je tegenstander krijgt die andere kaart. Dat is het eigenlijk. En dan dus vier keer. Jij hebt vier kaarten. Je weet vier kaarten van je tegenstander. Ik kan heel tactisch gaan kiezen van... Hey, ik heb ballon gekozen net. Stel ik heb ballon gekozen net. En de volgende optie wordt Mienhoort. Wacht, we gaan ofwel Ian. Zo. En de volgende optie is Mienhoort, zeg maar. Dan moet je snel denken van... Hey, ik kies Mienhoort, want dan kan hij die Mienhoort niet gebruiken voor de ballon. Dan is het natuurlijk heel dom om de ballon te kiezen. Of niet de Mienhoort te kiezen, want dan heeft hij Mienhoort. En dan kan je natuurlijk niet defenden met je ballon. Dus we gaan even kijken wanneer we een tegenstander krijgen. Ik ben zo weer terug als ik een tegenstander heb. We zijn tegen Jelle gekomen. En kiezen wij de Elixirpop of de Musketier? Wij kiezen lekker de Musketier. En je kan dus kiezen en de andere kaart pak je tegenstander. En wil ik Rocket of Log? Log, denk ik toch. En dan weten wij dat hij dus Rocket heeft. Of wacht, ik had Rocket moeten kiezen. Want dan had ik natuurlijk zijn pomp de hele tijd kunnen rocketen. Hier doen we Hokwaarder. We hebben een best goede vier kaarten. En hij heeft echt verschrikkelijk vier kaarten. Die echt totaal niet bij elkaar passen. Ik ben benieuwd welke kaart Jelle voor ons gekozen heeft. Hij heeft ons de Mienhoort gegeven. Oh, dat is wel lekker dat hij de Mienhoort aan ons gegeven heeft. En hij heeft de Goblin Barrel aan ons gegeven. Dat is nice. Dan gaan we even de musketier achterin doen. En hij heeft ook nog eens guard. Ik vind dat we hebben nu best wel heel erg lekker deck. Ik ben benieuwd naar zijn deck. We weten natuurlijk een paar dingen. Oh, er komt een rocket. Nee, geen rocket. Ja, we hadden hem aan hem gegeven. Dan hadden we natuurlijk zelf moeten kiezen als we niet tegen de rocket wouden. Ik ben benieuwd wat voor spels die heeft. Gooi even een Goblin Barreltje. We gaan even kijken wat hij heeft om hier tegen te verdedigen. Heeft hij een zap-spel? Nee. Heeft hij überhaupt wel een spel? Als hij geen spels heeft, zit hij best wel in de problemen tegen mijn deck. Want ik heb natuurlijk een Mienhoort. En ik heb... een Goblin Barrel. En we hebben ook Speergoblins. Dit is echt gewoon een heel goed deck. Hij heeft mij gewoon echt een heel goed deck gegeven. Nu weet ik eventjes niet wat ik er moet inzetten. Ik ga gewoon toch een Hogwarder doorheen gooien. Ik weet dat het niet de beste optie is. Maar ik had echt even helemaal niks anders om neer te zetten. Dan ga ik dit wegloggen, denk ik. Wacht nog eventjes mee. Dan ga ik het nu wegloggen. Zo, want we hebben echt nu even niks anders om in te zetten. En dan gooien we weer onze Furnace. Hij is nu wel aan het pompen. Daar moeten we wel rekening mee houden dat hij gaat pompen. En hij heeft een... Een Goblin Hutje. Dat wil ik ook niet eigenlijk. Vind ik ook niet zo fijn om tegen te spelen. Nou, doe even een Speergoblins hoog. Zo. Of hadden wij die Goblin Hut weggegooid? Voor mij hadden... Ja, we hadden een Goblin weggegooid. Hut weggegooid voor de Furnace. Furnace is natuurlijk 10 keer zo chill. Dus dat is fijn. Gooi even Guard Shed op midden. Om die mini Pekka te stoppen. Top. En dan gaat hij weer pompen. En nu vind ik het een beetje te veel. Nu heeft hij 2 pomps neer. We moeten er een beetje doorheen proberen te komen. Nu met de... Rockwaarder. Het is best wel dom dat we die Rocket weggegooid hebben. Want we hebben nu niks om tegen die pomps te doen. Dat is echt wel een grote fout van mij geweest. Om die Goblin Barrel weg te... om die Rocket weg te doen. Nou, dan komt die Inferno Draak. Daar ben ik nou niet heel erg bang voor. Kijk, die wordt heel makkelijk opgegeten. En dan gooien we gewoon heel rustig
weer een furnace neer, denk ik. Ja, we doen gewoon weer een furnace. We gaan dit allemaal wegloggen. Zo. Oh, nee. We raken wel de mini P.E.K.K.A. Top. En dat is allemaal weg. En dan gooien we lekker hoge Goblin Barrel. We hebben nu echt een heel lekker deck. Hij blijft doorpompen. Dat is wel echt iets vervelends. Dat hadden we liever natuurlijk niet gewild. We hebben nog steeds die Meenord niet ingezet. Dat kan een verrassing zijn. Door Hogwarden Meenord. We gaan kijken of het een verrassing heeft. Of heeft hij gewoon arrows. Hij heeft een rocket. Heel goed gespeeld. Well played. Dat was een hele goede rocket. Heeft hij mijn Meenord meegepakt. En mijn Hogwarden. Dus dat is heel erg GG van hem. Gooi ik even een log. Ga ik hem even wegduwen. En hij heeft gewoon heel weinig kans. Puur omdat ik echt gewoon een heel lekker deck heeft. En we hebben hem een heel slecht deck gegeven. En dat is natuurlijk ook echt de kracht van deze game mode. Geef je tegenstander zo'n slecht deck. En kies zelf een heel goed deck. Kies de juiste kaarten. En dan kan je gewoon heel makkelijk winnen. En ik ben echt benieuwd hoe dit ook gaat werken online, zeg maar. Natuurlijk hetzelfde. Het werkt natuurlijk hetzelfde. Maar je moet heel tactisch gaan nadenken van, hey, deze kaart past niet bij mijn kaarten, ik gooi hem weg. Of hey, deze kaart past wel bij mijn kaarten, ik hou hem. Dus je moet een beetje tactisch daarin kijken. Maar we hebben dus deze weer gewonnen. 2 gewonnen. En gaan even kijken of we nog iemand hebben. 5 nog steeds online. Nou, dan gaan we even kijken. Oh, wacht. Is natuurlijk GG. Altijd GG zeggen na een potje. GG, zo. We hadden natuurlijk wel een heel veel minder goed deck. Even kijken. Ja, kijk dan zijn deck, man. Daar gaat nergens over. Friendly Battle. Dan gaan we nu in de Royal Arena. Wie wil is voor video. Zo, Friendly Battle. We gaan kijken. Laatste potje, derde potje. Wie wilt? Ik ben benieuwd. Ik ben zo weer terug als we een tegenstander hebben. We hebben gelijk een tegenstander. TJD, weer iemand anders. En ik zou altijd de Fire Spirits kiezen, maar ik wil even met die clone spelen. Het is natuurlijk een nieuwe spel. Willen wij liever Rocket of Lightning? Rocket. We willen liever Rocket. Wij gaan met Rocket spelen. En met Hogwarden. Oké, dit ziet er echt niet uit, man. Guards liever of dit. Ik doe deze puur omdat we geen spells nog hebben nu. Dus dan is denk ik fijner om die Skeleton Army te hebben. Maar het ziet er niet goed uit. Mijn eerste 4 kaarten zijn niet heel goed. En well played. Good luck bedoelde ik. Ik wou niet well played zeggen. En hij heeft me een Wizard en een Bomber gegeven. En dan weet ik niet of ik daar zo blij mee ben. Maar we gaan het zien. Wizard achterin. Oké. Mini pack heb ik wel blij mee trouwens. Mini pack vind ik fijn. Maar we gooien even een Hogwardertje. Kijken wat hij gaat doen. Wat gaat onze vriend TRD doen? Hij is natuurlijk een oudste van onze clan. Dan wacht ik eventjes. Hij heeft dus een Valkyrie en een Witch. En hij heeft die zelf voor gekozen. Dat vind ik apart. Dat hij die Valkyrie en die Witch wil hebben. Ik ben benieuwd wat hij er nog meer tegen heeft. Oh, die Wizard was trouwens best wel sterk. Die Wizard heeft best wel wat damage gedaan. Dan ga ik nu een mini P.E.K.K.A. zo doen. En dan gaat die bomber. Oh jammer, de witch is op de bomber. Oh, maar de bomber over. De mini P.E.K.K.A. overleeft het. Ik ga hem klonen. Werkt dit? Nee, ik mis de clone. Ik miste de clone op de mini P.E.K.K.A. En we hebben ook een lumberjack van hem gekregen. Oké, dan weten we dat ook weer. Maar dit is wel lachen. Ik miste die clone. Dus daar moet ik eventjes beter mee zijn. Ik heb er dus echt nog nooit mee gespeeld met een clone. Ik ga even jullie miner uitschakelen. Zo, mooi. Oh, hij helpt. Well played. Thanks. Heeft hij niks tegen de Skeleton Army? Want dan kan dat een heel groot wapen zijn. Oh, kijk, daar is een die wisten we. We wisten dat hij een lightning had. Dan komt de Hogwarden. Die knight heeft hij dus ook zelf voor gekozen voor de knight. Zo, dan doen we daar weer wat damage mee met die Hogwarden. Ik denk dat we deze wel kunnen pakken. Denk ik. Wat is nu het slimste? We gaan voor de Lumberjack. Die hebben we nog niet ingezet, dus we gaan lekker voor de Lumberjack. Kijken of die wat damage gaat doen. Ik heb die clone heb ik ook nog niet goed gebruikt. Ik vind het maar lastig, die clone. Weet je wat we gaan doen? We gaan het proberen te klonen nu. Oh, nee, kijk, hij verdedigt het. Als hij niet had verdedigd, had ik hem gekloond en dan konden we daar heel wat damage mee doen. Doe even de bomber achterin. Je kan natuurlijk geen rocket klonen, je kan alleen troops klonen. En die hebben dan 1 HP, 1 leven. Dus als ze geraakt worden, zijn ze gelijk dood. Maar je kan het heel goed gebruiken op defense. Ik ga die rocket gooien en ik hoop, mis ik hem? Of raak ik hem? Nee, ik mis hem. Ik mis die rocket. Ik wou hem op de witch doen. En nu leek het net alsof ik een beetje chip damage wou pakken. Gooi even mini P.E.K.K.A. Wizard hier. Kijk, die wizard is sterk hoor, jongens. Die moet jullie zeker niet onderschatten. Die wizard is echt sterk. Leiden we even die archers af. Die wizard killt gewoon bijna die Valkyrie. Wat gaan we doen nu? Ik gooi even een Hogwarden via de andere kant. Hij heeft ook niet weer, ook gewoon geen goed deck heeft hij. Een Witch, een Knight, een Valkyrie. Allemaal van die losse kaarten die samen niet veel vormen. En wij hebben heel veel splash, dus ook wel heel lekker eigenlijk. Gooi even die Wizard achterin. Moeten we iets doen? Nee, we hoeven niks te doen tegen die Witch. En ik wil nog even 1 keer die clonespel effectief gebruiken. Wacht, wat nou? Hij heeft geen spells.
Wat nou als we al dit klonen? Wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dit. Een leger van armies. Kijk, die minipacken gaan daar. Oh, hij heeft natuurlijk een Valkyrie. Hij heeft natuurlijk een Valkyrie. Jammer, ik dacht even dat we er zo doorheen zouden komen. We gooien weer dit. Hij kan er echt niet doorheen komen. Alleen met die lightning. En dan ga ik hem nog één keer iets gunnen. Dan ga ik nog één keer weer het proberen. Ik wil die clonespel een beetje uittesten. Ga even kijken of we er nu zo met een Lumberjack doorheen kunnen komen. En een Hogwider. We gaan nu er vol in. Ik wil het niet afmaken met een Rocket. Ik wil het niet afmaken met een Rocket. Maken we het af met de Hogwider. We klonen de Hogwider. Zo kop. Dubbel Hogwider op de toren. Lukt het. Ja, het lukt. En ook nog een rage van die Lumberjack. Well played. Bedankt TRD. Bedankt Ian. Bedankt Jelle. Allemaal voor een potje tegen mij. Ik vind het echt een van de leukste game. Nee, een van. Dit vind ik de leukste Game-O Challenge. Hoe je het ook wil noemen. Even GG zeggen. Hoe je het ook wil noemen. Van Supercell in Clash Royale ooit. Ik hoop echt dat ze dit langer in houden. Speel ook lekker tegen jouw clangenoten. En ja, als het uitkomt. Dus dat is over 17 uur. Dan ga ik dit sowieso op mijn kanaal doen. Ik denk zelfs twee aflevering ervan. Want ik wil dit gewoon spelen. Ik wil kijken hoeveel winst we kunnen maken op online. Dat is toch iets leuker dan tegen clangenoten. Maar clangenoten is natuurlijk ook leuk. Jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik zie jullie in de volgende video. Tot dan, mensen.